Oh, het gaat één over die stormbaan. Oh, 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 oh. Ook klimmen? Ja, ja, hij faalt. Ja. Oh, niet. Ja, oh. Ja, nou. Oh, ja. Oh. Failed. Yo, kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. Mocht je nou eens zin in hebben en mij willen supporten, klik dan natuurlijk alvast eventjes een like aan. Bijvoorbeeld, dank. Ik ben erg benieuwd hoeveel likes jullie op deze video kunnen gaan halen. Vandaag heb ik een afspraak gemaakt met de minister van Defensie. Zoals we wellicht weten, is een tijdje geleden een heel legerbasis hier gekomen in Mindtopia. Ik had zoiets van, hoe is dit in godsnaam gefinancierd? Wie werkt hier? En noem het eigenlijk allemaal maar op. Terwijl we ook een nieuw huis zien. Leuke stijl. Maar ik had vandaag dus zoiets gehad. Weet je wat? We gaan eventjes langs bij de legerbaas. Ik heb een afspraak daadwerkelijk gemaakt met de minister dus van Defensie. Dat schijnt endurend te zijn. Of beter gezegd Joost. En ja, ik ben toch wel benieuwd hoe het natuurlijk daar binnen gaat. Want als je denkt natuurlijk aan het leger. Dat moet natuurlijk eigenlijk elke stad kunnen beveiligen in het geval van nood. En ja, aangezien volgens mij ook daar geld van mij naartoe gaat. Heb ik wel zoiets van... Ik wil toch even weten wat er nou binnen eigenlijk allemaal gaande is. Hoe het eraan toe gaat. En ja, ik wil gewoon even een rondleiding hebben. En of het daadwerkelijk wel echt militairen zijn. Want als die basis er staat en er is gewoon geen enkele militair. Ja, waarom is er dan een basis en uitbreidingen en noem het allemaal. Ik ben gewoon een beetje, nieuwsgierig eigenlijk. Hoe het er eigenlijk allemaal is. Holy shit, die helikopter op het dak. Ik weet alleen niet zo goed waar ik me moet melden voor de afspraak. Want, oh wacht, hij staat hier al. Hey Joost. Hey man. Fijn dat jij tijd voor me hebt. Ja, tuurlijk. Altijd. Ja, ik liep hier een tijdje terug. Toen was hier echt dit hele complex hier. En ik had zoiets van, hoe is dit ten eerste gefinancierd? Wat wordt hier gedaan? En holy freaking shit. Dus ik zou graag, als het kan en mag, een rondleiding willen hebben. En dat jij ondertussen misschien wat dingen kan vertellen over deze basis. Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Kom binnen. Oh, wauw. Tanks en zo is allemaal klaar. Voor als het nodig is. Oké, okay. Oh, er rent hier iemand langs. Wat is dit? Volgens mij is dat is een soldaat in training. Oké. Nou, netjes. Maar hij is wel snel afgeleid zodra ze jou zien. Zie ik. Ja, dat merk ik ook. Maar daarom zijn ze nog in training. Ja, oké, dan moeten we even afleren. Nou, laten we... Hij groet ons, maar goed. Volgens mij hoor je niet te praten als je in het leger zit, maar... Nee, precies. Oké, okay, wat is dit? Nou, in principe is dit gewoon waar ze de nieuwe soldaten op het begin binnenkomen. Dus even checken even of ze geen gevaarlijke dingen bij zich hebben. Dingen die ze niet naar binnen mogen. En dan zetten we eerst even tegen de muur, even allemaal voorstelrondje, netjes met Sir aanspreken natuurlijk, want het is wel gewoon een echte leger is dit, dus je moet wel echt netjes aangesproken worden, alles moet, gewoon netjes, weet je wel. Dit is wel heel vet hoor, dit is, wauw. Oké. We doen het per 20, dus de komende 20 en dan staan ze allemaal hier tegen de muur en dan... Zijn er op dit moment wel 20 militairen totaal al hier aanwezig, of zijn er al meer? Er zijn er op het moment 18, want er zijn al twee, die zijn al gedropt, zeg maar, die hebben ze niet gehaald. Oh, die zijn gewoon van, jongens, jullie zijn niet goed genoeg, probeer het misschien later opnieuw. Eentje die wil stoppen, want die kon het niet aan, en die andere, eigenlijk ook, die kon het ook niet aan. Wauw, en dat moet dan, dat wil dan in eerste instantie ons bereiden. Daarom is het er ook, als mensen het niet aan kunnen, dan moet je gewoon stoppen. Mm-hmm. Want het is wel gewoon echt zware training. Ja, dit is zwaar, hoor ik dus. Ja, het is, maar het geeft je wel een... sowieso gaat je fitheid er enorm van omhoog. Mm-hmm. Er zijn mensen die van fitheid 32 nu al bijna aan de 80 zitten. Wat? Ja, dus, maar het zijn wel echt actieve soldaten. Oké. Okay. Ik heb boven een kantoortje, kunnen we even naartoe denken. Ik wil voor je rondleiding. Ja, ik wil sowieso, ik wil eigenlijk alles een beetje zien. Gaan we even rondje lopen. Ja, laat ik zo zeggen, je komt niet elke dag in een legerbasis. Laat het eerlijk zijn. Precies. Natuurlijk voor jou, dit is dagelijkse behoefteheden, maar... Ja, precies. Nou, hier hebben we die gele lijn in ieder geval. Die gaat helemaal rond de basis. Daar rennen ze ongeveer de hele dag rondjes over. Zijn dat strafrondes of zo, of...? Nou, niet per se. Ja, ook. Je kan hem ook gebruiken als strafrondes. Maar gewoon voor je fitheid te trainen. Oké. Okay. Hier hebben we het zwembad. Daar zwemmen ze... Oh, er is iemand aan het duiken, zie je. Oh. Ja, toen ik stond te kijken, dacht ik, misschien worden die wel Navy SEALs getraind of wat dan ook. Maar het is hier daadwerkelijk ook gewoon... Ja, het is gewoon ook voor hun fitheid te werken natuurlijk. Want zwemmen ga je ook fitheid omhoog. Okay, mensen zwemmen hier gewoon letterlijk de hele dag fitheid omhoog. Ja, gewoon de hele dag rondjes. Oh, goed bezig mensen. Ja, wow. Precies. Nou, hier heb je het huis dan van de generaal. Ja, en wie is op dit moment de generaal? Elagius is momenteel de generaal. Oké, want toen ik volgens mij hier een tijdje geleden kwam, toen stond er volgens mij een ex-corp, maar die is inmiddels dus alweer weg. Ja, klopt. Die is inmiddels afgezet. Oké. Okay. Ja, ontslagen. Want dat ging niet goed. Oké, okay. Duidelijk. Nou, hier hebben we de kantine. Oh, wauw. Hier hebben we gewoon niet deel het eten uit en zo. En is dat eten gratis of moeten ze dat ook nog kopen? Nee, dat oh, echt hap van de dag. Op de basis. Wij kopen dat gewoon in bij blauwe een, hap van de dag. Wat? Ja. Dus wij geven ze voornamelijk pork chops, zalm, steak. Wel echt en, goed eten. Een beetje vitamine D af en toe. Oké.
Nou, dus, dit ziet er netjes uit. Ik bedoel, als hier een keuring voor ze komen qua hè, hoe het nou is qua mensheid, hoe het hier gesteld wordt. Dit ziet er wel erg netjes uit. Nou, dan gaan we even hier naar binnen. Hier heb je de stormbaan natuurlijk. We kunnen, hier heb je zeg maar een soort van... Ja, als kolonel of generaal kun je hier een beetje aanwijzingen geven en zo. Wat ze fout doen, wat ze goed doen. En, oh wacht, ze moet hier overheen springen en dan moet ze in het water. Ja, dus je, je hebt meteen een nat pak. Ja, je bent in principe nat en dan moet je helemaal over die dingen heen. Wow. En dat is allemaal... Met natte kleding kunnen we even hier langs lopen. Ja, ik ga het zelf niet proberen, ik bedoel... Hier is iemand... Oh, iemand is bezig zelfs, kijk. Oh. Hier in het een stukje doorhof. Oh, kijk hem gaan, kijk hem gaan. In de en dat is ook een beetje voor oriënteren in, weet je. Je moet snel kunnen lopen tussen smalle weggetjes door. En dan heb je hier een stukje onder water. Wacht, even kijken wat hij gaat doen, Wat klimt erop? En... Ja... Dan heb je hier een stukje onder water. Ja, precies. Maar dit onder water stukje is dan een obstakel. En dat veranderen we om de paar dagen. Zodat ze niet gewend raken aan het patroontje, zeg maar. Oh, wauw. En dan heb je het gehaald als je hier uiteindelijk bent. Ja, en dan kunnen ze het nog een keertje doen als ze willen. Oké, vet. Nou, hier hebben we nog wat tanks staan. We gaan wel heel veel naar buiten, want hier hebben we ook nog wat leuks. Oké. Hier hebben we een soort van, schiet-oefening. Mag deze deur gewoon open blijven, gewoon? Dat is geen probleem. Ja, in principe maakt het niet uit, want je kan aan die kant ook gewoon erin. Oké. Hier hebben we zeg maar vaak trainingen. Dan zetten we daar boven op een van die palen staan dan soldaten met sneeuwballen in dit geval. Ja. Om natuurlijk geen damage te doen, een beetje te schieten. En dan moeten ze proberen met de hele groep, zeg maar, moet er eentje, moet dan hier beneden, moet dan op die pressure plate komen. Oké. Okay, dan winnen ze zeg maar. Dus dat doen ze hier als trainingen. Dan moet je ze hier ontwijken. Gewoon die sneeuwballen ontwijken. Holy shit. Van dingetje naar dingetje rennen. En gaat dat goed? Lukt dat mensen? Of... Ja, ze halen het wel, maar af en toe ook niet, weet je wel. Want je kan het verschillende... Dan hebben ze maar die mensen die palen, hebben ze maar een bepaald aantal sneeuwballen. Dus dan moeten ze een beetje voorzichtig doen met hoeveel ze schieten. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de variant dat gewoon eentje staat met oneindig veel sneeuwballen. En die gewoon echt als een machinegeweer die dingen loopt te schieten. En dan moet je maar teamwork zeg maar gebruiken om... om elkaar naar het einde te krijgen. Nou, dit klinkt echt veelbelovend. Ik was eerst een beetje sceptisch over, hè, een legerbaas. Ik dacht van, moet dat nou? En... Ja. Maar goed, dit klinkt mooi. Hier hebben we de gele lijn. Hier rijden we de tanks naar buiten natuurlijk. Mm-hmm. Die kunnen niet door de voordeur. Nee, ik begrijp ik. Er rent iemand over de gele lijn. Rennen jongen, sneller. Hup. Mooi. Oké, dan gaan we naar binnen hier. Is goed. Dan laat ik even, we hebben hier gevangenissen nog. Oh, maar gevangenis als mensen die zich hebben misdragen of daadwerkelijk criminelen? Ja, precies. Als er echt soldaten zijn die zich hebben misdragen, dan stoppen ze daar gewoon diefstal en zo. Wordt gewoon zwaar gestraft. Kan ik hier binnenkijken? Ja, we kunnen even binnenkijken. Gewoon een gevangenis in het legerbasisje? Ja, ik zal even de deurtje open doen. Oh, wauw. Hier wil je echt niet zitten. Wat? Nee, precies. Maar hoe lang zitten ze hierin? Nou ja, dat ligt aan wat ze doen. Zeg maar, want we willen wel echt, er zit niks op slot, dus al hun kisten en zo zijn gewoon open. Maar we vertrouwen erop dat ze dat gewoon... De regel is gewoon, als je steelt, dan heb je gewoon echt een groot probleem. Oké, okay, nou... Is het nog meer gevangenissen? Ik wist het wel, als ik daar één keer heb gezien, nooit... Oh, Humvees. Dus hier hebben we Humvees staan, gewoon militaire voertuigen. Mm-hmm. Sick. Daar kijken we gewoon om te rijden en zo. Op de reservebanden en opslag. En nou, hier hebben we alle tentjes. De politie, Yankees. Het politiekorps die traint ook af en toe weer. Dan hebben we hier de kikkervisjes. We hebben alle tanks een beetje een grappige naam gegeven. Weet je wel, dat ze zich een beetje moeten schamen. Rob Veters. En de bad-eentjes. En heeft iedereen, het ook, heeft de kleur ook te maken met een rangorde die ze hebben? Of is het gewoon... Nee, dat niet per se. Maar momenteel gewoon, het is makkelijk om ze maar in groepjes te verdelen. Dan hebben ze allemaal een eigen bedje en een eigen spulletje. Wat, mag in ik in zo'n kist kijken? Of is dat echt... Nou ja, kijk maar. Ja? Van deze? Ja hoor. Ja, kijk maar. Maar die hebben ook echt gewoon... Hun spulletjes netjes, netjes op orde. Okay. Controleer ook af en toe gewoon of de kistjes netjes zijn geordend, weet je wel? Dat het geen zootjes. Ja, oké, okay, meteen gewoon de structuur erin. Ja, precies, gewoon structuur erin. Oké, okay, wauw. En dan hebben we hier, aan de linkerhand, hebben we de, zeg maar, de, ja, hier liggen alle wapens opgeslagen en alle kleding. Hier binnen? Hier liggen echt de zware wapens. Oké, okay, nou hier kom je voor mij ook niet zomaar naar binnen. Nee, dat is de tralies voor de ramen zelfs, wauw. Alles liggen wel met tralies. En ja, daar kom je gewoon echt niet in. Oké. Okay. Dubbele deuren en zo, allemaal sloten. En daar kom je echt van je langste leven niet in. Ik moet wel zeggen, het heeft wel wat dat al die mensen gewoon echt het werk aan het trainen zijn. Ik bedoel... Ja, maar die zijn hier ook echt de hele dag gewoon bezig. Ja? En dan hier doen we vaak schiettrainingen. Als je ziet in de verte hebben we van die doelwitten, dan kunnen we... Wacht, heb ik een pistool bij me? Even kijken hoor. Holy shit, moet je helemaal vanaf hier daar schieten? Ja, ik heb pistool bij me. Oké, kijk. Okay, dan moet je proberen in de rood schieten. Ik doe het niet vaak, dus...
zou niet heel goed zijn, nou, ik mis. Nee. Maar, ja, dan, sommigen schieten het gewoon in één keer raak, alle drie, weet je. Dat is het record. Iemand heeft ze gewoon allemaal in één keer. En dan moet je steeds eentje verder. En dan schiet je weer op die en zo. Enzovoort. Dus ja. Het is serious business hier. Ik dacht het valt wel mee, maar... Oh, het gaat in over die stormbaan. Oh. Ook klimmen? Ja, hij faalt. Ja. Oh, niet. Ja, oh. Ja, nou, oh, ja. Oh. Failed. Ja, jammer. En dan moet... Ja, dan moeten we een stukje terug zijn, maar ja, we checken het ook op tijd. Hè? Het zijn gewoon rondetijden. Volgens mij is het snelste iets van 44,49 seconden. Wauw. En dat is wel echt snel. Maar we moeten natuurlijk wel zeggen, wel respect voor de jongens die hier natuurlijk bezig zijn om, hè, in het leger te komen. Ik bedoel, het is geen makkelijke taak. Nou, we hebben hier beneden nog een soort van scenario oefeningen. Ja. We hebben een gebouwtje staan. Ik zet even licht aan, want het is een beetje donker hier. Ja. We hebben een gebouwtje staan. Dan kunnen ze, zeg maar, dan splitsen ze op in teams. Dan heb je een paar gijzelaars die bijvoorbeeld dan één iemand gegijzeld hebben. En een paar andere soldaten die moeten dan zien de gijzelaar te bevrijden. En de bad guys, de slechterikken, zeg maar, dood te schieten met snowballs. En dan, als je klaar bent, ben je af. Dan moet je gewoon, kijk maar voor rond hoor. Je hebt allemaal andere gangetjes. Het is ook, natuurlijk zo donker, want wellicht is er in huis nog helemaal geen licht natuurlijk. Ja, je kan al lichten aan en uitzetten en zo. Even kijken. Dit is wel heel gek hoor. Heel vaak ook. Ja, maar wel van die poppetjes. Ja, nou kijk, hier is het dus de geheime deur. Oh, en dan kun je van boven... Heb je een beetje... Hier was, de eerste training was een hele slimme gast. Die zat hier met snowballs. Die schoot drie andere... Ja, want je moet natuurlijk goed om je heen kijken als je binnenloopt. Dus niet alleen hier, maar ook meteen. Ja, ze keken wel links, rechts, maar niet naar boven, weet je wel. En daar moet je, daar trainen we ze ook op. Dat je echt goed je omgeving in de gaten houdt. Ik moet zeggen, ik had eerst zoiets van... Ik weet niet daadwerkelijk of het nou wel nodig is, een leger. Maar als ik dit zo allemaal hoor... Ja, ik hoor de laatste dagen is er wel veel terreurdreiging. Daarom. Schietpartijen en zo. Daarom. En daar is het leger gewoon best wel belangrijk in, denk ik. Wauw. Ik kan je even mijn kantoor laten zien. Voor de rest hebben we alles wel gezien. Oké, ik moet zeggen, ik vind het een hele mooie basis op het moment. Hier hebben we een koffiezetapparaat. Oh, een, lekker, lekker. Een tafeltje en drinkautomaat. Kolonel en dan hebben we een generaal en dan heb je mijn kantoor. Oh. En jij bent vaak aanwezig gewoon hier ook daadwerkelijk op... ik ben hier vaak gewoon een beetje zaken aan het doen. Het is wel een beetje dat je in gevangenschap leeft, hè, met die hacker zo voor je. Ja, klopt. Ik kom hier ook liever zo vaak, zeg maar, niet. Maar ik doe hier wel gewoon papierwerk netjes en... Begrijp ik. Alles netjes inleveren. Oké, ik moet zeggen, ik ben blij dat ik dit mocht zien. Ik vind het echt te gek en... Dankjewel. Ja, er zijn weinig mensen die binnen mogen, maar ik dacht minister van Financiën is wel... Ik moet toch ook een beetje kijken natuurlijk hoe het geld wordt besteed natuurlijk. Dat is ook wel belangrijk. Nou, ik moet zeggen, voor nu, ik ben erg tevreden erover. Ik denk dat wij, want als ik dit zo zie, en jij liet al een beetje doorschemeren aan de telefoon. Jij wou het binnenkort ook nog hebben over misschien een uitbreiding van de basis. Uitbreiding of in een andere stad misschien een kleine outpost. Als ik dit zo zie, ik moet zeggen, ik ben hier heel erg positief over. Ik ga het natuurlijk even relativeren met mijn minister van Binnenlandse Zaken. Ja, tuurlijk. En dan hoor je ervan, want wellicht moeten we eens een keer een afspraak gaan maken over een vervolg hiervan in een andere stad. Want het ziet er veelbelovend uit dit. Precies. Ik zou graag weer nu naar buiten willen. Ik heb geen pasjes, wat dan ook. Nee, ik begeleid je van de buiten. Breng me graag naar buiten toe. En dan zou ik jou niet langer ophouden van jouw werk. En dan ga ik ook weer terug naar mijn kantoor. Tuurlijk. Oké, wauw. Dankjewel. Alsjeblieft. Holy shit. Het is, is goed werk, hè? Goed bezig hier. Ja. Nou, dankjewel. En werk ze. We zien elkaar snel weer, denk ik. Komt goed. We gaan binnenkort even onder tafel zitten. Ja, prima. Oké, doei. Mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Mindtopia. Mocht je het nou weer leuk hebben gevonden, vergeet niet eventjes om een like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet om op abonneren te klikken als je nieuw bent. Laat ook gerust weer in de reacties achter. Check Joost zijn Twitter, denk ik, ook eventjes hier in de beschrijving. Volg hem eventjes. En mensen, tot de volgende keer. Later.